Civilians komen vanaf het noorden dan. Hebben we niet gepost. Explosie. Explosie van een voertuig noord truck. Volg hem wel even. MV, schiet dat ding en gooi hem vorm, kom op. Waarom doe jij eigenlijk die helm op? Die zat in mijn backpack. Ja, nee. En sinds we nu vertrekken kan ik dat ze gewoon niet meer veranderen. Fuck him. Even toeteren. Earplugs in. Zeker, maar ik heb ook mijn helm op hoor. Dus okay, even toeteren. Ja, ja. Dit is mijn helm. Over. Nog een paar keer, want dit duurt te lang. Overlaat nu de basis. Zo, wat doe jij nou? Je user left your channel. Gelijk wel eens of je licht. Ja, maar dat moet ook. Oh ja, ja. Als je je wapen niet gaat gebruiken, moet je user joined your channel. Weet je toevallig of er nog een snelheid is die we rijden? Zo, cruise control of zo. Ik ga van rijden we op cruise control of. We rijden fucking full speed, jongen. Oké. Okay. Nou, het zegt genoeg, dus. Wat zijn we ID-dreiging of niet? Goed punt. Halve full speed dus. Ik dacht dat er nog iemand in de band zou zitten, maar. Ja, dat dacht ik eerst. Ik dacht dat Mats hier zelf in de band zou komen. Ik weet niet. Oké, okay, jongens, let op. We gaan zo meteen in de buurt van een kerk komen. We gaan natuurlijk gewoon respectvol met die mensen om, dus we gaan er niet langs. Alpha is vertrokken vanuit... Speed limit op 4 km per uur, rustig aan. Ja, echt. Trapt even zijn koppeling in. Dank ja, wel. Ja, ja, ja. Jelle, haal hem weer naar achteren. En vergeet ook niet achter je te kijken, waarom staan we stil? Oh shit! Toch maar naar GOV. Dit is het. Oké, okay, Bench, jij blijft hier midden op de weg staan, de rest gaat 360 opzetten. Arno richting west, Marco richting noord. Erg gevoelig voet. Jelle Haar richting Zuid en ik wil Nick bij me hebben. Nick? Dat ben jij Nick? Ja, ja. Ja, je hebt de bench laten staan, ja. Ik ben rat op, hè. Goed dat je het zegt, waarom kan ik hem nou niet pakken? Oh, ja. Nick, ben je bij me of niet? Ja, ja, we moeten even mijn barret opzetten. Wacht even hoor. Dit gaat niet helemaal soepel. Ik wil dat jullie de 360 rond het gebouw maken, jongens. Op de weg laat staan. Je hebt de punt 50, stop met huilen. Ja, jij hebt een gebouw om achter te schuilen. Ah, boeien. Dus ik heb je net een richting gegeven, die ga je rondom het gebouw doen. Nee, Nick, ga jij trouwens maar weer binnen in de band zitten. Ja. Hallo, sir. In welke kant moet jij op kijken, Jelle? Neem jij maar, ga maar daar zitten, waar ik zit. Dat is wat beter, want ik ben geweest. Hi. Ik moet weer in de band zitten. In de band. Mooi. Eerst zegt dat je mee moet, dan vervolgens stuurt hij je terug. Ja. Gekke man. Vorm, sir. Ja. Oké. Okay. You know the area better than me. Yeah, you can come inside. Alright, thank you. Kom naar upstairs, my friend. Bas, kom maar mee bij mij. I'm gonna take a security guy with me, okay? Okay. Bas, het was je sector. Oh. Wat kan ik helpen? I'm upstairs. Yeah, I'm coming, sir. Dat is expres de kant waar ik niet heen kan kijken. Hallo, sir. Hallo. You mind if I take a seat? Yeah, sir. Kan je niet naar achter kijken dan, of? Nou, niet heel veel, maar ik heb nou een beetje bijgedraaid, maar als je nou naar het oosten kijkt... Ja. Oh ja, huis. Ja, dat is dan kut van Mats. Ja, maar ik zag Bas richting door het oost kijken. Dus ja, dat zal wel. Ja. Ik vind de campaign eigenlijk wel mooiste missies. Ja, echt hè? Maar ik verwacht eerlijk gezegd ook niet echt dat ik nu deze punt 50 in mijn voorhoofd ga krijgen. Dus, Okay, ja, we got some guns. How many did you get, sir?
I'm like 90 or something. Oh, that's quite right. Yes. Do you know if any gangs are active in this village, like gangs or... No, only the Russians. Only Russians, alright. A really important question is, because we haven't got a clue, what is at the airfield, the Russian airfield, do you know? I have no idea. By the hospital? Yeah, rechts, yeah. They were coming to the government, they were talking about the Russians, I know you're there. You need to go. Rechts, guys, twee, stil! Kan je bands afwijken naar rechts, kolon ook naar rechts afwijken. Nederland wegrennen. Wat is het probleem? Niks, maar we moeten even een praatje doen bij wit uitvertrekken. Ah, nou prima. Heeft hij iemand net kunnen verstaan wat die pak zei? Ja, het ging om dat de wapens waren volgens mij. Nee, ik denk meer dat het ging over dat wij... Bij het government waren, dat boven de Russen aan het praten waren en die shit. Ja. Dat wij wisten dat ze hier waren, dus ik wil dat, we gaan hier voor 180 opzetten, aangezien het een mooie dekking is vanuit achteren. Arno, West, Benz, kijk richting Oost en tot West. De rest, ja, vul maar gewoon in. Zo goed, Milan. Prachtig. Niks meer aan doen. Oké, sir. Hallo, sir. Hoi. How's it going over here? Good. We're from the Dutch Army. We're doing a social patrol. I don't know if you knew this. Yes. Alright, well, we just spoke to the governor, and he was acting kind of strange. He told us around 90 weapons were... That's right. Alright, and apparently we just heard him talk, we think. We weren't sure. Well, we think we just heard him talk about us asking about the Russians. Yeah. And like when I even said the word Russian, he just he went like, this conversation is over, and then he just ran away. Okay, that's strange. Yeah, that's quite remarkable, yeah. Mm-hmm. Well, yeah, how's the resistance over here? Do you have Nope, not any. Zero contact? Yep. Alright, well, that's good. Looks like you have a good bunch of feathers here. Yes. Alright, well, we're gonna, I guess, go on with our patrol. So, you have a nice day. You too, man. Have a nice day. Oké, jongens, Benz, gaan we weer midden op de weg staan. Verder gaan we de kolonne weer gewoon voortzetten. Dat was wel een aardige manier. Ze zijn allemaal zwaar kort af, maar dat maakt niet uit. Oh, wauw. Bij Benz hier zo, aan deze kant. Oh. Ja, we moeten het even draaien, of niet? Nee. Zo. Forwards. Forwards. Bam 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 bam. Hey, wat zijn die pakken snel op het dak? Ja, get on the ground, that's a robbery. Overval. Give me the money. Oh god. Overval recht. Halt houden en allemaal bukken. Thank you. Benz, blijf je staan, jongens, we gaan naar binnen. Hey, sir, stop there. What? Stop walking, stop. No, I need to get away, my friend. Get on the ground. I need to get away. Bandje schieten. Civilians komen vanaf het noorden naar ons. Bandje kwam. Dank u. Get out. Wow. Dutch shot. Whoa. Get on the ground. Is he? Get on the ground. Yeah, I dropped the Drop gun. Your gun. I'm on the ground. Dutch shot. Drop your gun. Dutch shot. I dropped the gun. I walk forward. Yes, go yes, forward. Yes. Alright, stop. Alright, so we just heard you rob the store. I didn't rob anything. Yes, you did, sir. No. We are not stupid. Alright, hereby you are restrained and arrested. Mm-hmm. For what? For robbing the store. Yeah, I did nothing. Your police or something, what the fuck? Is het goed dat ik Marco even binnen gaan kijken of alles open? Nee, jullie houden deze pakjes even hier vast. Jij gaat hem even searchen voor bommen en eventuele andere dingen. Hij zorgt dat hij zijn zak over zijn zak weg doet van zijn kop, want ik wil zijn kop kunnen zien. Can you drop everything on the ground, please? Yeah, everything on the ground, I got nothing. I only got munition. No? Here, I got munition. Do you want to drop your balaclava and your clothing, please? I'm not getting naked in front of you. You're going to do that right now, sir. Why? You want to rape me or something? No, sir. See? Definitely do not.
Hij backt me dan. Ik weet niet welke taal ze hier spreekt, maar misschien dat ze dat verstaan. Ik denk dat C wel wordt verstaan over de hele wereld. You got any sharp items in your underwear? User joined your channel. Ja, ja, precies. Ja. Alles lijkt veilig. Ik snap nog niet wat die pak zo met daar doet. Zou munitie hier al. Groep al te houden. Komt iemand naar buiten? Hallo sir. Hello. We are from the Dutch army. Okay. And we would like to take a look in the armor. Oh no, you can't. Why not, sir? Why would you? No, it's not none of your business, my friend. It's just for safety's sake and Rechts op gate en even wachten. Nu achterlopen of ja, je hebt in dat nog gaan, ja. Ja, hold. Hey, Ben, grapjes, rijden naar 66 plekken. Ja, voorwaarts. Daarom staan we natuurlijk stil. Well, then you drop your weapon right now and we will do it for you. Why? Kijk je plava. Hoi. Hey, ik heb een extra man voor jullie team, genaamd Ryan. Oké, top. Hij is al lichtelijk ingelegd, hij is vroeg bij jullie samen is. Oké, ik hoop dat hij mooi krijgt en extra, misschien extra inlichting. Ja, komt goed. Hey, hoe gaat het? Ik zal hem zo meteen even overdragen aan Mats. Mooi. Hoe gaat het verder hier? Nou ja, we hebben een overvaller gepakt en ja, dat zit eigenlijk. Arno, kom maar hier naartoe. De Bushmaster? De Bushmaster staat bij de Point Alpha. Ja. En de Benz is bijzonder gevoelig. Ja. Oké. Wie zit er op de gunner? Dat ben ik, hoi. Hi, Milan. Oké, heeft Mats jou gezegd dat de loop omhoog moet blijven? Ja, klopt, maar we zaten net in een wapensituatie waar dat dus mogelijk waarschuwingsschoten gelost moet worden. Duidelijk, nee, dan dacht nee, ik. Nee, zodra dat we gaan rijden, gaat hij netjes zo. Nee, precies, maar inderdaad, eigen veiligheid gaat boven alles. Mooi. Ja, oké, Ryan, succes, man. Ja, dankjewel. Broertje. Meedraaien met zijn beveiliging. Oké. Okay. Oh, zo geweldig, FPS. Nee, meneer heeft niks bij. Is er stukstetten? Ik heb ook nog een vraag. Moet ik een silencer op mijn wapen? Ja, eigenlijk wel. Wat zei je? Ik heb hem gewoon in mijn backpack. Ja, breng hem. Maar ja, ik kan hem nu ook niet meer gebruiken, dus Nee, precies. Weinig schieten als je daar zit. Ja. Ryan, heb je radio ook al veranderd? Ten het ja. 31, hè? Ja. 31, Oh, 31, maar we zijn Alpha, gewoon. Oh, jullie zijn Alpha, oh ja, sorry. Ja, we zijn Alpha. Ja, nee, ik dacht misschien ja, vertel. We zijn net natuurlijk bij de governor geweest. Ja. Die het ging erover dat ze ongeveer 90 wapens hadden ingeleverd. Nou, dat klopte. Hebben we ook gevraagd bij de hospital. Ja. Hij wil niet betrokken worden bij deze oorlog. Ja. Vervolgens liep hij zomaar weg. Vervolgens hebben we hem nog gehoord. Ergens anders. Hebben we niet positief. Explosie. Explosie was een voertuig Noord truck. Okay, Mats, ID. Ik ga weg hier. Ik poes hier, jongen. Succes, jongens. Laat me even doorgaan. Nee, maar is het voor de. Ik denk dat hij wel dood is. Oh ja, die pakte liep dus zomaar weg. Maar volgens mij zou ik iets verplaatsen bij hij wist over de Russen en dingen, maar hij heeft er dus geen antwoord op kunnen geven. Nee, wacht maar eventjes. En bij de haven zijn we net niet binnengelaten vanwege dat ze geen responsibility willen nemen voor ons. Oké, Rotje. Jongens, hou die 360 gewaarborgd. Ik heb het geprobeerd. Ja. Oké, richting Fop, let's go. En dat is een beetje verleid, hè? Hier links toch? Ja. Niemand aanrijden. Was niet het plan. Ik rij. Even de weg vochtig. Ja, deze weg volgen. Om de dingen heen. Dus links, deze weg, ja. Het is nu al langs het water, rustig gaan. Rechts met bocht mee en dan direct weer links. Nou ja. Geen paaltjes aan het rijden. Hier inderdaad. Links. Deze weg, ja. 7, form on me! Weg blijven volgen. Dit is friendlies. Dit zijn friendlies, ja. Moet ik ze naast ze stoppen of gelijk doorrijden naar FB?
Ja, die stap ook nog bij zich. Oké, verzamelen midden in de compound. Ja, wij zijn nu buiten de compound nog en wij staan hier al met mensen van ons. Wie is dit? Oké, goeie zaak. Ga maar richting midden compound. Dat is braaf hoor, ik wil kooperaten. Dat is braaf hoor, ik wil kooperaten. Dus. Volg hem wel even. M2, schiet dat ding aan gewoon flank, kom op! Naar binnen of hier buiten? Ja, naar binnen. Kijk, hold. Rij maar anders link achternaam toe. Link achternaam toe. Daar is een vandaag niet echt. Uitdag iedereen! Oké, let's go. Lekker geschoten, pik. We hebben nu contact, Zuidoost. Spannend, niet mijn zijde. Hey, die dinosaurus, oh, die klinkt ook nice. Dat is gewoon een vuurtoren. Ja, inderdaad, het klinkt super lekker. Het werkt zeker niet als je op een straatlantaarn schiet het eruit gaat, hè? Jawel. Zus? Zo, dan ga ik nu mijn silencer erop zetten. Maar we hebben deze week dat niet gedaan. Jawel. Oh, die wel. Huh? Oh! Zo. Waren jullie dat of Ja, ik schiet die lichten eruit. Ja, maar ik bedoel. Nou, dat, voordat jullie ook zijn. Oh. Oh, dat kijkt veel beter, joh. Ja, echt, hè? Met die MVG's is een stuk prettiger. Nou, als je niks kan zien, schiet dan even de lantaarn kapot. Dan kan je weer wat buiten zien, buiten de kompen. Ah, het is echt een stuk prettiger, hoor. Ja. Ah, zo zien ze ons ook een stuk moeilijker. Tenzij ze een night vision hebben. Zo, nu kunnen we echt gewoon even lekker kijken. Hoe gaat dat daar een. Is iedereen nog op? Laat ik zo zeggen. Alpha, op W3, nog levend? Positief. Nog levend. Ik denk dat ik kan. Maar even kijken, is. Dean, ben jij er nog? Nasser? Wesley staat nu toch ook bij de KST of niet? Ja. Jacob. Nou ja. Oké, Oscar. Oké, nog even iedereen zo op. Yo. Geschoten op die heel noord of zuidwest. Zuidwest. Ja, ik zag er Tracer naartoe gaan. Oké. Okay. Ik weet niet of dat. Nou, ik weet ook niet, dus houd het gewoon in de gaten. Dat is waarom doe ik moeilijk. Ik heb gewoon een Nightstalker bij. Die spuit. Nee, dat mag ik, hè, want kijk eens naar mijn wapen. Homo! Oh ja. Dat, hit the build, ja, faggot. Ik denk dat dat so. Gaat niet gebeuren dat die licht uitgaan. Zit de rest van Alpha eigenlijk nog in die andere barak of? Ja, ik denk wel. Oké. Okay. Dat is niet mijn probleem. Daar let je er wel op. Daar hoefde ik geen leiding aan te geven, dus. Nee. Ja, dan zie je even je zaklamp op je kaart schuit, joh. Ik heb geen zaklamp mee. Dat is die flare die daar hangt ofzo. Hij wil inderdaad wel ergens een flare, man. Maar die dish is fijn, is feit klinkt echt chill, joh. Echt, hè? Ja. Maar ook gewoon als je beschoten wordt, klinkt het heel relaxed eigenlijk. Terwijl ja, het eigenlijk helemaal geen relaxe situatie is. Nee. En dat heb ik altijd bij die soundboard, bij de andere. Het is altijd al heel snel, al heel veel te hard. Ja. Dat je de rest niet meer kan verstaan. Man. Dat is bij deze. Ja, echt. Hè?
Is iedereen nog levend? Begrepen. Alpha ook met 3 levend. Positief. Goeie zaak. Hoe is de situatie aan die kant? Goed, we krijgen nu geen zicht op enemies. Vlij de lucht en geschoten om te kijken of we nog enemies te kunnen vinden of spotten. Oké, okay, Roger, en ik wil meer gewoon qua hoeveelheid vuurcontact? Het vuurcontact is nu rustig. We hebben geen contact ontvangen tot nu toe. Zo net hebben we wel schoot gelost. Goeie poep, ga zo door. Geluid van explosies klinkt ook een fucking geil, zo. Voor mij hebben we contact, Zuid. Is het mijn sector? Mijn sector. Jouw sector? Ja. Zuidwest. Ik zie helemaal niks daar. Ik ook niet. Ik hoor wel van alles. Ja, het komt volgens mij meer vanuit Zuidoost. Maar ik kom wel van... ja, sorry. Milan zit er. Bij de ingang. OP3 groen, OP4 groen. Enemy spotted. Unknown contact. 75 meters. To the rear. Unknown contact. 75 meters. Back. Unknown contact. 75 meters. Ja. Ja. Door een sniper. Oké, okay, dat is begrepen. Welke kant eigenlijk? Welke. Over de. Oké. Milan. Ja. Heb jij toevallig een Ernst Marksman? Ja, laat maar. Oké. in OP3 is er iemand geraakt door een sniper waarschijnlijk. Ik ga daar even heen. Yo. Oké, okay, Milan komt jouw kant op. Die is dus, die blijf jij hier even zitten dan? Ja, best ja, goed. Hey, Wesley. Wesley, blijf jij even buddy samen met Nick? Ja. Yo. Ben je zwaar gewond of niet? Ja, met die sniper. Nee, ik had over die gast met de sniper, die tegen de sniper. Plava van Alfa over. Doe die sniper als geding. Zijn bericht. Ik wil even duidelijkheid, hoeveel man hebben jullie nu als wacht staan over? Jullie hele team? Er is 4 okay, man sowieso bezig. Ik ben nu beweegd naar OP3. En als het goed is, ligt nog 4 man in de brak. Er is ook een nieuwe laag naar OP3 gekomen. Ja, klopt, rapport. Oké, duidelijk, Milan, voor jou is dat degene die nog niet hebben geslapen, nu de wissel opzetten, ja? Is Jacob daar? Oké, we hebben allemaal geslapen. Leeft hij? Ja, maar die nu ook. Jullie hebben een beetje uit jullie slaap getrokken vanwege dat jullie moesten invallen. Maar die moeten nu ook gaan slapen. Gewoon even uit. Oké, Roger, dan gaan we die zo meteen gelijk afwisselen. Oké, mooi. Oké, dat is prettig. Milan, stuur PC hier naar door. Stuur de What? PC richting Romeo. Unknown contact, 75 meters. Ja, mooi verhaal, ik zit hier toch niet bij de PC, of wel? Zit hier iemand in de buurt van de PC? Positief. Stuur hem nu meteen terug richting Romeo HQ. Heran, Heel rap, anders wordt Bob boos. Heel gauw. Hij komt erin. Oh, moet hier. Heel gauw, we sprinten. Moet hier liggen. Bij de ingang, of niet? Huh? Bij de ingang, volgens mij. Ja, voor mij ook. Ja, en richting oost. Zo. Zo. Gewonden? Iedereen nog levend? Ik hoor een darter. Ik hoor een darter. Ik weet niet of hij het is. Ah, oké, okay, dan is het van me. Ben je geraakt, of? Nee, negatief. Oké. Okay.
Wie zit er al in? Kun je ze nog even? Nick. Ja. Kan je familie vragen of misschien nog een extra man naar OP1 en OP2 kan? Aan. Milan of Mat? Milan. Milan. Zendbericht. Ik moest van Wesley vragen of ze nog één extra man naar OP1 en OP2 kan. Ja, wij moesten weer gaan slapen, dus je mag richting de barak komen. Dus die vraag moet hij zelf aan zijn GPC stellen, dat dan doorsturen naar de PC, zegt dat dan maar. Zal ik doen. Je moet Er zijn mensen die net in mijn barak lagen, dus dat zijn Arno en Marco, zijn jullie ook? Oké, laat maar. Ik moet terug naar de barak, want we gaan wisselen van wacht, maar je moest vragen van je eigen GPC vragen. Ja, oké. Okay. Dus waarschijnlijk komt er nu een nieuwe wacht. Yo, succes nog, hè? Yo. Oké, iedereen. Voor mij even Bravo. Nee, Alpha of Charlie gaat nu weer uit de toren. Die gaan terug naar Barakken. Die gaan weer inslapen. Dus we staan er van, leven. Nado is wel, man. We gaan te voet te werk. We gaan die bergen hier zo gebruiken als dekking. Ja, hier is één klein stukje open, maakt niet uit, sprinten we wel. Er zitten geen poesjes, jongen. Vervolgens gaan we hier zo de berg op. Als we een bergje op zijn, gaan we een bergje af. Hey. Dan zijn hier allemaal muren en zo en wachttorens. Daar moeten we even rekening mee houden. Dan gaan we hier naar binnen en gaan we kleren. Begrepen? Ja. Helemaal begrepen, iedereen. Ja, geen vraag. Oh, jou hoor, en wie is blauw? Ja, blauw is. Oh, Charlie krijgt weer een Overwatch hoor. Ja, maar het is op mij, ik krijg lekker veel actie. Hey. Ja, interesseert me geen zak. Oh, jij wordt best in Overwatch? Ik heb oprecht nog mijn best gedaan ervoor. Oh. Ik heb nog wel eens. Heb je een vraag? Ja. Is een hele goeie. Hele goede vraag. Nou, het gaat niet meer om dat ding, maar. Ze zei, dan ben ik het niet, dan ga ik niet meer. Mats, 2 minuten, dan gaan we weg hier. 2 minuten gaan we weg. Ik zie er al patrouille lopen bij die K. Heeft iemand een lasermarker mee? Negatief, geen lasermarkers. Zover 2 enemy tanks op spot. Ja, hey, zijn het wel 3. Sprint je richting de muur, sprint je richting de muur. Moet je. Ik hoor radio nu volledig stil op, alleen ik praat nog. En als je neer bent. Als je neer bent, praat je niet over de radio hoor. Je stappen wel, Knees. Love you. Contact, car! Hey Pax, wat ga je doen? Ja, ik flikker. Hier Alfa Romeo, we gaan nu de aanval inzetten, over. Minimi! Ja. Jij gaat op het hoekje, ja. Hoekje van de muur liggen en jij gaat dekkingstuur geven, begrepen? Begrepen. Hey, ik hoor een voertuig bewegen en we hebben geen AD, hè? Ik heb u gehaald, dus ik blijf ook wel lachen. Wie is je buddy? Arno is een. Oké, jij gaat alsof het aan de overkant toe sprint, oké? Als het dekkingstuur is. Is die? Buddy Par Milan. Yo. Jullie gaan zo meteen naar rechts toe. Ook Buddypaar heb ik over. Ryan en Jelle. Buddypaar, Ryan, Jelle. Jullie gaan richting links. Even? Ja. Bas, heb ik jij nog over volgens mij? Ja. Bas, jij bent bij mij. Even? Ja, goed. Oké, start. Go. Ik moet oversteken, toch? Even wachten, Bas, jij bent bij mij, hè? Ja, nou, wij moeten naar rechts, hè? Dus. Ietsjes meer wat hoekje af, eigenlijk. Kunnen wij nog te lang? Oké, ja. Pak het. Met vollen. Yep, go. We gaan helemaal naar achter. Ja. Oké, let's go. Arno, hou vuur. Stop vuur. Minimi is down, Minimi is down. Help me, help me op. 6! Rally up! BTR om de hoek. Ja, dit is clear. Hij is dood, missie om de minimi op te pakken? Negatief. Track 5 met Buddypaar Milan. Smoke. Dat is niet Buddypaar Milan. Hallo hier. Ik kan een paar uur op BTA te schieten. Ja, dat is heel erg. Iedereen gereed om door te pushen.
Alles wat kleren is groen markeren, hè? Ja, een momentje. Minimeer zijn we bij. De orde. Marco is bij je. Gewoon zakken, gewoon door met kleren. Kom maar. Fuck, tank is actief, tank is actief. Rennen, 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 rennen. Oh, rennen. We hebben meerdere. Is dit? Milan hit, Milan hit. Goed, kom al geraakt. Ik ben nu bij Marco. Ik ben geraakt. Ja, ook. Ah, gelukkig. Ik ben dus op zelf af. Oké, jongens, we zijn te ver doorgepoest. Ga terug richting het hek. Richting een stukje beton en dan een hek erbovenop. Fucking hell. Ik heb CLS nodig. Daar man. Mila, kom hier toe! Ja, dat probeer ik. Ik wil zeker door die tank genaaid maken. Misschien smoke? Ja. Hey, hoeveel mensen heb ik nog hier zeg maar? Ja. Er ligt nog in mijn pijn ook. Ik kan hem halen. We komen er zo aan. Jij was mij een pak aan het geven. Hij is dood. Ah, nou, je bloed. Nee, je bloed niet mee. Kijk, jongens, luister. Kijk, buddy paar Arno. Jullie gaan richting dat gebouwtje daar. Noordoost. Nu. Wat, heb jij een packing badge voor? Ik heb anders voor. Ik heb hier weer geen packing badge in zitten, meer dan reden. Niek, ben jij hier? Ja. Oh, goeie poep. Welke buddy paar mis ik op dit moment? Er is daar ook een buddy in het gebouw wel. Oké, okay, goed zaak, ga naar boven een dekkingsvuur geven. Dat is begrepen. Ja, ik moet even morfine erin rammen. Ik volg mij maar, lui. Ja, ik ram morfine erin, ik kom ernaar. Ja, dat is goed zaak. Ja, joh. Laag blijven, op donder. Milo, luister gewoon even tussen. Ik ga een hele proberen. Hier, al. Hey. Milan. Is het Milan? Ja, Milan. Ja, ik niet. Alpha heeft het voorwaarts push even staan gezet vanwege de tank. Wacht, Mike? Ja, let er even op. Loop even naar binnen. Is mensen in Milan, gaan we even liggen hier. Goed dan. Oh, yo, zie je die dundum die er is? Waarom kan je dat? Ja, maar even serieus, dit is wel bullshit, weet je, wat er meer AT's moet schouder staat er nog. Onderste raam daar ook, in je dorp. Echt veel meer AT's. Want wie hebben we dit met een AT? We hebben het Lorio, maar die is dus geen AT op het moment. Nee. En we hebben Nasser. We hebben maar één AT. En Marijn, maar die is er nu. Maar ja, dus wat dit met hebben die. Iedereen laag, Gundren komt eraan. Oh, hier lekker op hoek liggen. Gundren. Doe de deur in. Ja. Waar gaat die Gundren op schieten? Wat? Wat? Waar gaat die Gundren op schieten? Nou, op de tank. Arno, nee. Sorry, Arno. Arno is Kia. Kia rijden. Hier al van voedsel. Ik ga het. Oké, ik wil die ding weer. Ik ga nu. Ik kan hem niet dicht doen. Hij kan niet dicht. Oké, okay, Alpha, jullie gaan allemaal weer samenkomen op linie richting andere tank rijdt. Tank actief. Marco, pas op, die tank rijdt. Ik kan allemaal laag bijeenkomen bij het hekje waar we net ook samen waren. Achter je. Oh, dat is wat. Wat is dit? Niveau. Fuck, welke buurtbaan heb je hier? Bent. Ja, goeie pakken.
Wie heb ik daar? Oh, Lucht en Jelle. Rijn en Jelle. Oh. Oh, er zit een fax hier gewoon voor ons. Wie heb ik niet? Arno, die is dood. Oké, leuk. Four. Return to formation on push 7. Rally up! Oké, hey, luister mij, we gaan front. Wielen, ik kan je draak schieten, dus schakel die paks uit. Jo. Ja, dan. Oké, begin met kleren van het hoekje, jongens. Niek, ready? Ja, gereed. Ja, hier. Tik die gebouwtjes. Oké, okay, one heeft ze klaar. Even kijken, hoe werkt het nu dat gaan? Oké. Ik moet even kijken. 3, precies nu. Oké, ben je klaar? Ja. Contact. Ga je niet goed markeren? Oh ja, markeer. Groen. Milan, jij bent daar even in leiding over het kleren van die gebouwtjes. Roger. Roger. Dit is vriendelijk vuur overigens. Misschien is het even heel vriendelijk kan vertellen om op te rotten met dat vuur. User left your channel. Haalt vuren daarvan, haalt vuren daarin.